Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik kreeg een vraag van een van de kijkers. Die wilde namelijk wat Junior Press gaan lezen en met name Spider-Man. En zei van ja, er zijn zoveel verschillende series van Spider-Man. Waar moet ik nou eigenlijk beginnen? Dus ik dacht, ik maak even een korte vlog, een Spider-Man 101. En dan leg ik het een beetje uit hoe het precies zit. Dit is de spectaculaire Spider-Man nummer 1 uit 1979. Met een prachtige cover. Dit is niet Amazing Spider-Man nummer 1, maar nummer 181 van Amazing Spider-Man en 182, die zitten erin. Hier is Junior Press begonnen in 1979 met de verhalen van Spider-Man. En dit is dan ook een hele belangrijke serie om te volgen. Ik heb dit altijd gezien als de hoofdserie van Spider-Man. Ik denk dat ze met dit nummer zijn begonnen onder andere omdat je een mooie flashback krijgt naar hoe Peter Spider-Man is geworden en hoe zijn carrière eruit ziet. Het heet niet voor niks ook het flashback, het verhaal. Je krijgt een mooie geschiedenisschrijving van Spider-Man. Dus het is een mooi moment om te beginnen. Het is een goede nummer 1 eigenlijk voor de Nederlandse markt. Maar goed, één Spider-Man comic per maand, dat is natuurlijk een beetje weinig, vond men. En dat vonden ze in Amerika ook. Dus op een gegeven moment kreeg je Peter Parker, de spectaculaire Spider-Man nummer 1. Trouwens, moet je kijken hoe gaaf die covers ook zijn. Hè? Oeh, het is echt smullen. Ik ben echt dol op Junior Press. Echt zo fijn, die uitgeverij dat hij er was vroeger. Dit is alleen de Nederlandse versie van Spectacular Spider-Man. En die is niet begonnen bij nummer 1, maar bij nummer 67, zoals je hier kunt zien. Dat heeft ermee te maken dat ze de series een beetje synchroon wilden laten lopen. En ja, als je dan helemaal bij nummer 1 begint, heb je een hoop in te halen. Dus ze zijn gewoon ingesprongen waar Spectaculaire Spider-Man op dat moment zich bevond. In die periode. Die, helaas hebben we geen advertentie voor Spectaculaire Spider-Man. Dus ik kan het je niet helemaal vertellen. Maar dit is dus de tweede serie die toen uitkwam bij Junior Press. Gevolgd door een derde Spider-Man serie. Namelijk Web van Spider-Man. Oftewel Web of Spider-Man. En die begint wel bij nummer 1. Het is 1985 dat dit begint zo'n beetje. En toen had je dus 3 keer per maand een comic van Spider-Man die je kon kopen. Daarnaast had je ook nog wel extra albums, Spider-Man Extra, die waren op een groter formaat. Die laat ik je nu eventjes niet zien. Dat zijn allemaal bijverhalen en van Marvel Team-Up en dat soort dingen. Dit waren de 3 series waar je het in eerste instantie mee mocht doen toen de tijd in de jaren 80 en 90. Maar daar blijft het niet bij. Op een gegeven moment werden de series gebundeld uitgegeven, omdat er zoveel crossovers waren van allerlei verhalen die door verschillende series heen liepen, dat Junior Press besloot, wij gaan deze series, Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man en Web of Spider-Man, combineren in een dik magazine. En dat werd Spider-Man nummer 1 in dit geval. Wat natuurlijk niet Amazing Spider-Man nummer 1 is, zoals je weet, maar deze nummers. En dit is uitgegeven in 1996, januari 1996. Met een mooie reclame voor de tweede. Dus als je wil beginnen met Spider-Man lezen, ja, dit zijn de 3 main series die dan gecombineerd werden in deze. Maar, dan zijn we er nog niet, al kort gaf Junior Press nog Spider-Man klassieken uit. Dat is heel erg leuk, want dat zijn klassieke verhalen die zich ver afspelen voor dit verhaal. En dan krijg je de dood van Gwen Stacy bijvoorbeeld. Een klassiek verhaal wat heel erg belangrijk is in de geschiedenis van Spider-Man. Kon je dan voor het eerst lezen. Dat zijn eigenlijk verhalen uit de jaren 70. En later hebben ze nog wat verhalen gereprint uit de jaren 60. Spider-Man klassiek heeft 11 nummers bestaan. En er zitten 3 Amerikaanse comics vaak in een Nederlandse editie. Niet altijd, maar meestal wel. En in de jaren 90 werden we getrakteerd op Spider-Man Special. Want deze tekenaar die was zo groot en fantastisch, Todd McFarlane, dat die deed namelijk eerst Amazing Spider-Man. En toen werd hij een beetje onrustig. Dus zei Marvel, nou wil je dan je eigen Spider-Man serie tekenen en schrijven? Nou, daar had hij wel zin in. En dat werd Spider-Man Special. Totdat Todd ermee ophield. Na ruim een jaar zo'n beetje dat hij het heeft gedaan, denk ik. En toen ging Spider-Man Special wel door met allerlei andere deeltjes.
van de serie Spider-Man met verschillende makers. Oh, wat is dit toch mooi, hè? Ah, oh, dit is echt smullen. Moet je kijken. Dus dat is weer een ander verhaal verder, maar die heb je dan ook nog. Klinkt een beetje ingewikkeld, maar eigenlijk als mensen aan mij vragen waar moet ik beginnen met lezen, is het antwoord wat mij betreft gewoon waar je wil. En dat ga ik eventjes aan je uitleggen. Want als Marvel zijn werk goed doet, en dat deden ze in vroeger tijden wel, dan als je een comic pakt, laten we zeggen Peter Parker nummer 1, dan word je altijd bijgepraat over wat er daarvoor heeft plaatsgevonden. Wat je moet weten om het verhaal te kunnen volgen. En dat is tof, want op die manier kun je dus altijd gewoon ergens inspringen. En dat vind ik zo gaaf aan comics. Je begint gewoon ergens met lezen. Je vindt het tof en dan wil je meer weten. Dan ga je oudere comics ook verzamelen. Maar je kan in principe gewoon hier beginnen en dan verder gaan. Hè, vroeger deed Marvel zijn werk gewoon goed. En we hebben het over deze periode, dus daar hou ik het ook even bij deze vlog. Dus wil je nou beginnen en je denkt, nou, ik weet niet of ik nou Peter Parker wil lezen of Spider-Man klassiek of weet ik wat. Blader er gewoon eens doorheen als je ze tegenkomt in een winkel of online. Beoordeel desnoods op de cover welke je wil lezen, welke er intrigerend uitziet. En begin gewoon ergens met lezen en kijk of het bevalt of niet. Want ik kan je nou wel vertellen, dit is mijn favoriete Spider-Man verhaal. Of dat is mijn favoriete Spider-Man verhaal. Heb ik ook gedaan in mijn boek Mijn Vriend Spider-Man. Heb ik een top 15 van hele bijzondere Spider-Man verhalen opgenomen. Maar het is toch een individuele ervaring eigenlijk. En jij hebt misschien een andere smaak dan ik. Dus begin gewoon ergens. Kijk of het bevalt. En ik hoop dat je hier wat aan had. En ik hoor graag van je, ja, in welke comic je tanden heb gezet, zeg maar. Of in ieder geval spreekwoordelijk dan natuurlijk. Want je moet niet zomaar op die dingen gaan lopen kauwen. Dat kan ook trouwens. Maar zo heb ik ze in ieder geval nog nooit gelezen. Anyway, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. En ik zou zeggen, op naar een volgende vlog.